Hoe anders is de route van water op plekken waar het heuvellandschap is gecultiveerd en de bodem weinig poreus is of zelfs verhard. Op deze plateaus en hellingen liggen uitgestrekte akkers en kortgeschoren weilanden die nauwelijks nog water opnemen bij hevige regenval. Veel van die graslanden zijn gedraineerd om de afwatering te versnellen, zodat ze beter bereidbaar en vaker gemaaid kunnen worden. Ze zijn eenvormig, hebben dichte bodems met ondiepe wortels en nemen weinig water op. Dat geldt ook voor de onbegroeide akkers, waar het water op blijft staan en zich verzamelt. Het stroomt over de plateauranden en spoelt de toplaag van de vruchtbare Zuid-Limburgse lusbodem af, die als modder verder gaat. Op steile, verharde paden en wegen krijgt het grote vaart. Hoe meer verharding, hoe minder weerstand, des te sneller het gaat. Zulke heftige buien zijn vaak heel lokaal en kort. De schade blijft dan beperkt en het water vindt zijn heenkomen verder stroomafwaarts. Maar wat als het water maar blijft komen?